De besmettingen in de vierde COVID-19-golf zijn langzaam aan het afnemen. Minister Umar Ramadan van Volksgezondheid presenteerde vandaag cijfers in de Nationale Assemblée. Het aantal besmettingen is gedaald van gemiddeld 600 positieven per week naar 288. Dit is heel belangrijk om mee te nemen, want het geeft aan wat we al hebben doorstaan in de golf. Maar we zitten nog hoger dan de piek van de derde golf op dit moment. Dus we zijn wel in de dalende poot en we zien ook een licht dalende trend. Onze R die zit gelukkig al een paar weken onder de 1. Dat verklaart ook de daling die we zien in die curve. Dus de R is gelukkig nog onder 1 en daarmee verwachten we dat die daling, de dalende trend, verder wordt ingezet. Dat is gelukkig wel het goede nieuws. Volgens de jongste cijfers zijn de besmettingen in het binnenland, met name in boven Suriname, wel aan het toenemen. Tussen 24 september en 7 oktober heeft de medische zending 182 aanmeldingen gehad met COVID-19 gerelateerde symptomen. Uit dit aantal zijn 82 mensen positief getest, wat neerkomt op 65%. En we hebben in september maar liefst 28.322 testen moeten doen. En het percentage, ziet u ook, was bijna even hoog als in de derde golf. U weet dat de derde en vierde golf verder gecompliceerd zijn door Manaus en Delta variant. Dat verklaart ook het hoge percentage. Dat verklaart ook het hoge aantal besmettingen. We zitten nu in de maand oktober op een percentage van 42% gemiddeld. Uit de cijfers blijkt verder dat de zorgcapaciteit zwaar onder druk staat. Dit heeft volgens de minister enkele oorzaken. De grote toeloop van ongevaccineerden die erg ziek worden is daar één van, zegt de gezondheidstopman. Verder neemt de druk toe omdat er veel gedemotiveerde zorgwerkers zijn die moedeloos staan toe te kijken hoe ze constant en de hele dag bezig zijn. Eigenlijk met het gros van de mensen die ongevaccineerd zijn terwijl er wel interventiemogelijkheden zijn. COVID-19 is een preventable disease. Je kan het voorkomen door je te laten inenten. En natuurlijk, omdat er zoveel demotivatie is en omdat we al 18 maanden niet-COVID-zorgvragers hebben verwaarloosd, is de druk nog zwaarder, want we moeten er wordt nu een balans gezocht door het zorgpersoneel, door de ziekenhuizen, door het ministerie, om die reguliere en COVID-zorg gebalanceerd te blijven leveren aan de samenleving.